Goedemiddag, welkom op ons webinar van Thermische Zinkte Staalgevels in de Gevelbekleding. Mijn naam is Bruno Dussin, ik werk als consultant voor Zink Info Benelux. En ik wil ook graag even bouwen met staal. Een mooie studio waarin ik me nu bevind. En die zien we niet in detail, maar een heel aangenaam kader om in te werken. Nou, ik hoop dat jullie ondertussen allemaal jullie lunchpakket hebben ontvangen. En voor de late beslissers die daardoor de lunch aan hun neus hebben voorbij zien gaan, zou ik zeggen de volgende keer ietsje sneller inschrijven. Dan kan je ook nog dat extraatje meepakken. Nou goed, deze middag gaan we het dus hebben over het toepassen van discontinu thermisch verzinkt staal in de gevelbekleding. Nou, voor veel mensen klinkt dat al een beetje, discontinu thermisch verzinken. Dat gaan we straks goed aan jullie uitleggen. En dat is al één opdracht die we voor onszelf hebben gesteld vandaag. Maar we gaan natuurlijk meer doen dan dat. We gaan namelijk ook een publicatie eigenlijk aan jullie presenteren. Een publicatie die eigenlijk net klaar is. De timing klopt. Thermische verzinkte stalen gevels. En dan wil je natuurlijk graag een beetje meer gaan inspireren en informeren hoe je dat in de praktijk kan gaan toepassen. Het laatste stuk van deze webinar zal Marco Pauw van Bouw met Staal dan wat meer gaan vertellen over de bouwtechnische aspecten in het verhaal. Dingen zoals de verbindingsmethodiek, iets over brandveiligheid en dat soort zaken. Oké, dus ik denk dat we aan de slag kunnen met het eerste deel. En het eerste deel is eigenlijk een beetje het inspiratieluik. Een inspiratieluik om te tonen wat zijn de verschillende toepassingen en welke projecten hebben we daar als illustratie voor kunnen vinden. Nou, grosso modo kan je zeggen dat er eigenlijk vier grote groepen van toepassingen zijn wanneer we het hebben over thermisch verzinkte stalen gevelbekleding. Je kan vlakke plaat gaan toepassen, je kan geperforeerde platen gebruiken. Roosters worden ook vaak gebruikt als materiaal en strekmetaal. En aan het eind toon ik jullie ook graag nog een paar specials die eigenlijk voor mensen die een beetje out of the box kunnen denken, toch wel heel inspirerend kunnen gaan werken, denk ik. Nou, laten we beginnen met het eerste project, de eerste toepassing, vlakke plaat. Dit is de Permeke Bibliotheek in Antwerpen. Dateert van 2004 en is van de hand van Stramin Architectuurbureau. Nou, de architect wil in dit geval eigenlijk een hedendaagse vertaling geven aan het industriële karakter van de oude loods waarin de bibliotheek is gevestigd. En vanuit die optiek koos hij ervoor om de buitenzijde van het gebouw te gaan bekleden met vlakke thermische verzinkte staalplaten. Alle staalplaten zijn van dezelfde staalfabrikant en zijn ook van hetzelfde lot. En dat was eigenlijk heel bewust, omdat je daardoor ook toch een vrij grote uniformiteit krijgt. Weliswaar met natuurlijk, ik zou bijna zeggen 50 tinten grijs, in de zin dat er toch altijd kleurverschillen zullen zijn, maar dat je toch een soort uniformiteit toch krijgt in het esthetische aspect. Dit is een wat recenter project, dateert uit 2010. En hier is eigenlijk een tweelaags kantoorgebouw neergezet. En is de gevel bekleed met grote thermische verzinkte staalplaten van 1,50 meter bij 2,70 meter. Het oppervlak staat ook een beetje in relatie tot de omliggende gebouwen. Die zie je niet op deze foto, maar de omliggende gebouwen zijn in sierbeton. Dan krijg je een leuk spel tussen dat verzinkte staal en dat beton. En de platen werden hier met een gegalvaniseerde onderconstructie aan de buitenmuur bevestigd om met name koude bruggen te gaan vermijden. Dat aspect, zoals gezegd, komt straks nog aan bod bij Marco. Ik beperk me nu eerder tot wat mooie inspirerende voorbeelden. De techniek achter het verhaal komt straks aan bod. Joljark is een Zweeds architectuurbureau. Zij werken heel vaak met verzinkt staal. En het eerste project dat ik jullie even wou tonen is Gamla Svenner. Dat is eigenlijk een project dat zich in een oud dorpje bevindt, waar eigenlijk alle huizen met puntdaken zijn gebouwd en van de gevels uit hout zijn gemaakt. Je ziet op de onderste foto een beetje verborgen achter die bomen zie je dat huisje staan. En in zo'n situatie is natuurlijk altijd de vraag of je dan het gevelmateriaal gaat aanpassen aan de oude omringende gebouwen of niet. In dit geval vond de architect dat het heel fout zou zijn geweest, zelfs een beetje zielig, indien hij het hout had gehandhaafd bij dit nieuwbouwproject. In zijn ogen was het gewoon eerlijker om een duidelijk onderscheid te maken tussen oud en nieuw en vandaar die keuze voor de verzinkte gevelplaat. Een ander project van Joljark is Tappen, is een woonbouwproject in Stockholm. Het project omvat 44 woningen en die zijn verdeeld over twee volumes.
En de drijvende idee of kracht achter het ontwerpproces was hier het behoud van een pure en eenvoudige materiaaluitdrukking. We wilden echt zo weinig mogelijk chaotische combinaties gaan zien. We wilden eenvoud in zijn geheel behouden. Het naadloze karakter van de huid is ook heel opvallend. Dat hebben ze eigenlijk gedaan door een aantal technische oplossingen te bedenken, waarbij de dakgoten en de afvoerpijpen zorgvuldig in het oppervlak zijn geïntegreerd. En het gegalvaniseerde weefsel vouwt zich als het ware over de hoeken en stopt ook de raamkozijnen weg. De gevelpanelen zijn ook gelast aan een raamwerk dat direct aansluit op de betonnen muur. Het ritme van de platen harmonieert eigenlijk ook heel mooi met de spacering van de ramen en wordt weerspiegeld in de glasindeling van de centrale circulatietoren. Nou, dit is ook een heel interessant project. Hier zie je eigenlijk bij dit project een combinatie van vlakke plaat onderaan in het gebouw en dan daarboven geperforeerde plaat. Het is een schoolgebouw en heeft eigenlijk is geclassificeerd als wat men in Denemarken noemt een lage energieklasse 2020. Je kan dat eigenlijk min of meer vergelijken met wat wij LEED Gold zouden noemen. Technisch gezien bestaat de gevel uit platen van 2 mm dik, die grafische beelden produceren door middel van eigenlijk duizenden perforaties van verschillende afmetingen. En de fabrikant van de platen heeft eigenlijk een technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om artistieke ontwerpen of tekeningen of zelfs foto's om te zetten in individuele geperforeerde geveloppervlakken. En het thermisch verzinken geeft hier de gevel niet alleen een hoge metallieke optische kwaliteit, maar ook een duurzame en robuuste oppervlaktebescherming, die vooral in de randzone van de vele perforaties natuurlijk optimaal functioneert. Ik kom straks nog terug op dat thema, want natuurlijk met geperforeerde plaat is het natuurlijk heel belangrijk dat je juist kiest voor discontinu thermisch verzinken, omdat je daar ook je randen en je kanten perfect mee gaat beschermen. Hier een andere combinatie, eigenlijk een combinatie van vlakke plaat met roosters. En ook hier weer in de gesloten toestand een beetje dat bloemmotief waar we het straks nog even over hebben, dat spengeleffect bij het volle verzinkte plaat. En dan de roosters die zich kunnen openvouwen, waardoor je dan die transparantie krijgt in open toestand. Dit is een renovatieproject. Eigenlijk is het kantoorgebouw van Victor Buik Steel Construction in Eeklo. Wellicht een naam die bij sommigen hier wel een belletje zal doen rinkelen. Zoals je kan merken aan de foto onderaan was het gebouw dringend toe aan een facelift. En met name natuurlijk de toegangsgedeelte en de receptie werden echt wel grondig aangepast om de toegankelijkheid ook van het gebouw te gaan verbeteren. De betonnen trappen zijn vervangen door een toegangshelling. En de receptie is flink uitgebreid en volledig beglaasd voor een goede zichtbaarheid. En werd ook meteen voorzien van een sas en een opvallend vast zonnescherm dat oververhitting in de zomer moet vermijden. Dit is een gebouw van Philippe Samijn en Partners, een groot architectenbureau in België. Het gaat hier om de brandweerkazerne van Charleroi. En Philippe heeft hier een geperforeerde profielplaat toegepast van verzinkt staal, dat als een soort verticaal scherm rond het gebouw loopt en het gebouw van bovenaan eigenlijk bedekt. Het beschermt de gevel en tegen de zon en loopt ook door als een soort leuning van het dakterras eigenlijk. Ook toch wel heel belangrijk om even te vermelden, het perforatieniveau is hier 51%, waardoor je eigenlijk zo goed als doorzichtig effect krijgt als je het vanuit de binnenkant naar buiten kijkt. Dit gebouw heeft ook een architectuurprijs gewonnen in België in 2013, is van Bogdan en Van Broek, de Koninklijke Hogeschool Limburg, de Media en Design Academie. En hier zijn de gevels bekleed met zwart foamglas en geperforeerde platen in gegalvaniseerd staal, die eigenlijk dienst doen enerzijds als zonnewering, maar ook als mechanische bescherming van de achterliggende isolatie. En door de platen met een soort overlap te gaan schikken, krijgt het geveloppervlak, je zou kunnen zeggen, een soort geschubde textuur. En de gevel refereert natuurlijk ook naar het industriële karakter. We zitten daar op de oude mijnbouwsite van Genk, en dus was het ook wel een hele geslaagde keuze om hier voor verzinkte stalen elementen te gaan. Nu, met geperforeerde plaat kan je echt fantastische dingen doen. Een van de meest markante gebouwen in Kopenhagen is de Silo van Kobe Architecten, dat verschillende nationale en internationale architectuurprijzen heeft gewonnen. En als het goed gaat, Annemarie, kan jij misschien wel even een filmpje tonen van een kleine 3 minuten, waar de architect zelf eigenlijk vertelt waarom en hoe hij deze gevel heeft ontworpen in thermisch verzinkt staal.
The silo is not only just another housing project. It is really a project which is speaking about the transformation of our cities from industrial cities to more livable cities. It's a post-industrial monument, it's big concrete corn silo, and many people didn't see any potentials in that building. But we had a very strong belief that we should keep the soul and the character of the silo, and we wanted to preserve the building as much but give it a new three-dimensional skin, like a really super cool jacket. And the jacket is out of hot galvanized steel, which is having a beautiful patinating characteristic, and it really reacts to its context, the weather, the reflections of the water. So it's a very adaptable facade. You have to imagine that all the elements you see are uniquely built and are adapting a building which is actually having a three-dimensional curve. And each level is having a unique height. And I think that really helped us see to create fantastic housing topologies. We cut out 30 kilometers of concrete to make a lot of openings. And then we placed the windows on the outside. So when you stand on the inside, you have a frameless window. We have been very true to a set of rules about distinguishing the existing building from all the new elements we have added to the building. What I really love with the silo is it's not only a housing project. It is a building which is opening up towards the city and is inviting the city towards itself through the gallery space in the ground level, where you can get inside and actually see the old structure of the silo. And we have a floating glass box on top, which is a restaurant and a public terrace. This year, the silo received the Project of the Year A+ award, and we're very happy for that. We have to be even better in fighting for existing building structures. If we want to guide ourselves to more sustainable cities, with good design, you can inhabit the resources already used by keeping it and creating a new value for the future. Nou, Zink Info heeft over dit prachtige project ook een boekje gemaakt, The Silo, evident. Kan je bij ons bestellen, dus als jullie daar zin in hebben om meer te weten over dit project, stuur even een mailtje naar Evi of gooi het even in de chat en dan krijgen jullie van ons een exemplaar opgestuurd. Goed, dan gaan we door met nog wat inspirerende voorbeelden. We hebben het al gehad over vlakke plaat en geperforeerde plaat. Maar er zijn natuurlijk ook andere methodes om thermisch verzinkt staal toe te passen. Dit zijn roosters. Dit is een project van Archipel-ontwerpers uit Den Haag. En hier is het ook niet toevallig, zou je zeggen, is ook een roosterfabrikant die hun die opdracht heeft gegeven om dit gebouw zo te ontwerpen, waarbij eigenlijk in de gevel zoveel mogelijk verschillende types van roosters zijn toegepast. Een ander voorbeeld, dit is een fietsenstalling van het station van Aalst, waar ook roosters zijn gebruikt als gevelbekleding. En het leuke is natuurlijk ook aan roosters is dat ze ook kunnen gebruikt worden als zonnewering. En dit is een mooi voorbeeld, het gaat hier om een kantoorgebouw van Verzinkerij Kampen. En het frame van de tweede huidgevel bestaat hier uit verzinkte HEA100 profielen. En op de overige delen zijn verzinkte persroosters gebruikt, die zijn aan het frame opgehangen. De luiken zijn ook voorzien van gepoederkoten lamellenroosters en dan krijg je eigenlijk een heel leuk kleurenverschil en een spel tussen die gepoederkoten lamellenroosters en het verzinkte staal. In combinatie dan een keer met verschillende roostertypes geeft toch wel heel veel geleding aan de gevelopbouw. Nou, een vierde groep van toepassing is strekmetaal. Dat zie je toch wel vrij vaak. En dan laat ik even een aantal voorbeelden gewoon de revue passeren. Het is belangrijk om te weten dat strekmetaal wordt natuurlijk nooit gelast of gevlochten. Het bestaat uit één rol of één rooster. En omdat het uit plaat is gemaakt, uit één plaat is gemaakt, is het natuurlijk een heel sterk materiaal en zijn er geen lastnaden. En door strekmetaal te gaan rekken en knippen, kan je ook bepaalde andere openingen gaan creëren in de vorm van ruiten of vierkante of ronde openingen. Het is bovendien een relatief licht materiaal, omdat, zoals ik al gezegd heb, het materiaal wordt uitgerekt. En wat zijn nog voordelen van strekmetaal? Nou, ik zou zeggen, het is luchtdoorlatend natuurlijk, het is ook heel duurzaam en het is ook heel flexibel in zijn toepassing.
Dan had ik jullie beloofd om ook nog een paar speciale toepassingen even de revue te laten passeren. Dit is toch een hele originele oplossing. Dit is een gebouw voor BMW Mini in Amsterdam. Door Mies Architectuur heeft trouwens ook bij ons in 2015 de verzinkerstrofee gewonnen. Het is eigenlijk een vierkant bouwblok dat omzoomd is met verzinkte geleiderrails. En in de bouwmassa hangen eigenlijk een drietal solitair ontworpen volumes. Eentje voor BMW, eentje voor Mini en eentje voor de elektrische auto van BMW, de i-Ray. En om het gebouw een automotive uitstraling te geven en ook een keer de ligging van die aan die belangrijke verkeersader A10 extra te markeren, is als hoofdgevelmateriaal gekozen voor geleiderrail. En door de vangrails een zekere afstand ten opzichte van elkaar te geven, krijg je een heel transparant en luchtig gebouw en wordt tegelijk ook nog een keer de achterliggende parkeergarage op een natuurlijke manier geventileerd. Nou, gelijkaardig voorbeeld is dit project. Is een wat ouder project, is bijna 20 jaar oud trouwens. En staat in Nieuw-Vennep, is een aantal kantoorpanden die ook bekleed zijn met vangrails. En architectengroep Auket heeft dit ontworpen. En om te eindigen wil ik je toch echt wel een heel apart project even tonen, waar wij ook wel best wel heel trots op zijn als verzinkers dat dit is gerealiseerd. Won de trofee trouwens in 2017. Het is het afvalbrengstation in Den Haag. En met zijn karakteristieke verzinkte stalen gevel is het toch echt wel een opvallende verschijning in de wijk. Een belangrijke eis van de gemeente was dat het gebouw enerzijds energie-neutraal zou zijn en anderzijds dat er zoveel mogelijk gewerkt zou worden met hergebruikte materialen. Dat maakt ook dat het conventionele ontwerpproces hier eigenlijk binnenstebuiten wordt gekeerd. Niet de vorm was voor de architect het startpunt, maar de beschikbare materialen. In samenwerking met de aannemer en met hergebruikadviseur Superuse Studios viel de keuze voor het gevelmateriaal op verzinkte stalen contourplaten. Dat is eigenlijk een industrieel restmateriaal uit de auto-industrie. En in verband met de geëiste levensduur van 50 jaar is de verzinkerij al van in het begin in het ontwerpproces mee aan tafel komen zitten. Nou, de rest van de gevel is verder aangevuld met onverkoopbaar geachte sandwichpanelen. Er zitten ook stijlen van verzaagde gebruikte azobe-damwanden tussen en steenwol uit een door de aannemer gesloopte bedrijfsval. Dus echt een fantastisch voorbeeld van hoe je dus maximaal hergebruikte materialen in zo'n gevel op een leuke manier kan gaan combineren. Het is ook zo dat het afvalbrengstation eigenlijk twee dingen doet. Het gaat zich in zijn complexe stedelijke omgeving perfect inpassen door deze keuze. Maar tegelijk is het ook een echt statement geworden over de mogelijkheden van hergebruik. We praten toch over 2016, toen hergebruik nog in zijn kinderschoenen stond, als ik het zo mag zeggen. Nou, we hebben het eerste deel. Ik hoop dat jullie een beetje het water in de mond hebben doen komen en dat jullie allemaal heel veel zin hebben gekregen om met verzinkt staal te gaan werken. Het tweede deel zal mijn collega Hans gaan presenteren, maar Hans die is eigenlijk een beetje uitgevallen. En het zal je misschien verbazen, maar er zijn nog andere dingen dan corona aan de hand. Hij heeft een acute hernia en is eigenlijk aan zijn bed gekluisterd. Hij volgt wel online, dat weet ik zeker. Maar hij is dus even door mij in extremis vervangen. Ik ga nu met jullie het wat meer gaan hebben over de techniek en het hoe en het waarom van het verzinken. En waar je moet rekening mee houden als ontwerper wanneer je kiest voor een verzinkte staalgevelbekleding. Nog één ding wil ik eraan toevoegen. Door de afwezigheid van Hans is het wel zo dat jullie vragen, die kunnen jullie gerust in de chat gooien, dat is geen probleem, die gaan wij, als het gaat over het verzinken, achteraf gaan beantwoorden. Dus we zullen jullie netjes een omstandig en helder antwoord bezorgen, maar we gaan het nu niet in de Q&A online doen, omdat, zoals ik zei, Hans er niet kon meteen bij zijn. Goed, het hoe en het waarom. Laten we eerst beginnen met een belangrijk aspect. Je hebt verzinken en verzinken. En met name als je het hebt over buitentoepassing, heb je eigenlijk twee belangrijke groepen. Je hebt discontinuïteitens verzinken, wat onze leden van Zink Info Benelux doen, en je hebt het continuïteitens verzinken. Daar wil ik toch kort iets over vertellen. Zoals het er staat, het discontinuïteitens verzinken is eigenlijk een afgewerkt product. Je gaat dus eerst je staalconstructie maken, lassen, samenstellen, en dan wordt het afgewerkte stalen product wordt afgeleverd bij de verzinker. Die gaat het dan onderdompelen in een bad van vloeibaar zink, en dan krijg je natuurlijk een volledige bescherming van je stalen structuur binnen en buiten. Alle holtes, alle kanten worden natuurlijk met een zinklaag
bedekt en beschermd. Continu thermisch verzinken is natuurlijk een ander procedé. Vandaar vertrek je vanuit een continu verzinkte plaat die afgerold wordt en die dan wordt geslit of op coil wordt afgeleverd bij de handel. En dan wordt daar dus een soort halffabrikaat, zou je het eigenlijk kunnen noemen. En daarna pas gaat die plaat bewerkt worden en zal er dus aan gezaagd, aan geplooid, aan geboord worden. Je voelt al meteen wat het belangrijke verschil is. Daar zijn dus de gaten en de randen niet beschermd door een zinklaag. En de zinklaag aan zich is ook een stuk dunner, want een continu verzinkte plaat, een beetje in verhouding tot de dikte van de plaat natuurlijk, die zal zich ergens, de zinklaag zal zich daar gaan situeren tussen de 20, 25, maximum 30 micron. Het is een heel ander verhaal dan bij discontinu thermisch verzinken, waar natuurlijk volgens de norm de minimale zinklaagdikte een heel stuk hoger ligt. Dus de duurzaamheid zal ook een stuk anders liggen bij continu verzinkt toepassing dan bij een discontinu verzinkte toepassing. En in de brochure die wij straks ook aan jullie gaan bezorgen, dan ga ik toch even vragen aan Annemarie of ze nog even in beeld wil laten komen. Want jullie krijgen ook dit nog nagestuurd. Ja, we blijven maar cadeautjes uitdelen. Dit is het boek wat eigenlijk de inspiratie vormt voor deze webinar. Daar gaan we het natuurlijk specifiek hebben over discontinu thermisch verzinken. Dankjewel Annemarie. Alright, goed. Laten we even teruggaan in de tijd, want als we het hebben over discontinu thermisch verzinken, dan moet je goed weten dat dit natuurlijk een hele geschiedenis al met zich meedraagt. In 1740 zijn eigenlijk de eerste stalen constructies gebouwd voor constructieve toepassingen. En hou je vast, na een jaar hadden ze natuurlijk al door dat staal begon te roesten. Of dat hadden ze eigenlijk al na een paar weken door dat staal begon te roesten. Dus 2 jaar later was er al iemand, een Fransman, die het procedé van thermisch verzinken had bedacht. En dat proces, is dus van 1742 eigenlijk in zijn kinderschoenen stond, wordt vandaag nog altijd toegepast. Nu is het wel zo dat het geduurd heeft tot 1836, eer er ook een betaalbare wijze van chemische voorbehandeling is gevonden, want als je het wil gaan verzinken, staal, moet je het eerst wel kunnen bijten om het goed te kunnen verzinken. En dat is dan eigenlijk gebeurd in 1836 door de Fransman Stanislas Sorel. En dan ging het heel snel. Vanaf 1840 heb je eigenlijk al de eerste badverzinkerijen in Europa die ontstaan. En tot 1923 ging het allemaal nog heel empirisch, hè, proefondervindelijk, een beetje op het gevoel. Maar dan wordt er eigenlijk ook door de Oostenrijkse ingenieur Hans Bablik, wordt dan ook een eerste echte wetenschappelijke onderbouwing geschreven door hem. En dat noemt dan dat verzinken van ijs. En dat is eigenlijk een beetje de Bijbel, hè, de oorspronkelijke, de eerste man die echt het allemaal een keer goed heeft uitgeschreven, hoe het procedé in zijn werk gaat. Je hoort het al, het is een stokoude conserveringsmethode die in wezen nog altijd hetzelfde is. Hè. Het legeren, het laten samensmelten van ijzer en zink tot een combinatie die roest uit nakijken geeft. Duurzaamheid. Iedereen heeft het altijd zo hard over duurzaamheid. Nou, ik denk dat wij als verzinkers daar wel met enige zelfzekerheid mogen over praten, omdat het procedé natuurlijk super duurzaam is. Zink heeft eigenlijk 3 troeven. Het is enerzijds, net als verf, vormt het een barrière tussen het staal en de omgeving. Maar dan krijg je nog 2 dingen extra bovenop. Het vormt ook nog een keer een patinalaag. Een beetje zoals je bij RVS hebt, waarbij je dus een extra bescherming gaat geven aan de zinklaag. En er komt nog een keer bij dat het zink ook een kathodische bescherming oplevert. Waarom is dat zo? Het zink is eigenlijk een onedeler metaal dan staal. En wanneer er toch een beschadiging zou gebeuren lokaal aan de zinklaag en het staal bloot komt te liggen, dan gaat het zink zich eigenlijk opofferen aan het staal. En krijgt dus een soort bescherming voor het staal, waardoor er geen verdere onderroest kan ontstaan, wat natuurlijk een typisch fenomeen is bij een klassiek verfsysteem. Natuurlijk is die beschermingsduur van zink ook vastgelegd in een norm. Ik ga jullie niet vervelen met heel veel details over die norm, maar die 14713-1 normeert natuurlijk ook hoe die beschermingsduur exact werkt. Wat is nou zo bijzonder aan discontinu thermisch verzinken? Niet alleen dat het zo duurzaam is, het is natuurlijk ook een dompelproces. En een dompelproces, dat betekent ook dat je eigenlijk je staal volledig gaat
onderdompelen en je volledige bescherming krijgt in elke holte, in elke hoek, in elke kant van je constructie. Dat dompelproces gebeurt bij een specifieke temperatuur. Waarom is dat zo? Omdat bij die temperatuur van 350 graden krijg je die fameuze zink-ijzerlegeringslaag die zich gaat vormen. Het versmelten van het zink met het staal en het opbouwen van die verschillende lagen. En dat maakt ook dat het resultaat een hele slijtvaste en harde zinklegeringslaag oplevert. Heel leuk om het toch te vertellen, denk ik. Wij praten ook altijd over het perfecte huwelijk. Hè. Het is eigenlijk een huwelijk dat je niet stuk krijgt, het huwelijk tussen zink en staal. Maar als je dan, als een van de partners komt te overlijden, dan moet je natuurlijk wel wat doen met het verzinkte staal. Dan kan je perfect het gaan hutzij recyclen. En dan gaat het eigenlijk in het recycleproces zal het zink van het staal heel makkelijk kunnen worden gescheiden. Of je kan het ook gewoon weer ontzinken en gaan herverzinken. En het weer voor vele tientallen jaren gaan gebruiken. Dus eigenlijk een mooi verhaal van een huwelijk tussen twee metalen die voor elkaar zijn gemaakt. Misschien toch even kort iets over het proces. Ik ga van jullie geen specialisten in verzinken maken, maar ik wil je toch even tonen hoe dat verzinkingsproces eigenlijk doorgaat. Zoals al gezegd, een dompelproces, waarbij de materialen met ijzerdraad aan een hulpconstructie, wij noemen dat dan een traverse, vastgemaakt wordt. En dan gaat dus eigenlijk in een aantal baden gaat dus die stukken terechtkomen. Eerst komen ze in een ontvettingsbad om eigenlijk de oorspronkelijke conserveringsmiddelen van het staal af te halen. Gevolgd door een roestverwijdering en het overtollige walshuid dat eraf gehaald wordt door het bijtsen, het pickling zoals het hier in het Engels staat. Dan wordt er een korte spoelbeurt gedaan en dan gaan we fluxen. Wat is flux? Nou, flux is eigenlijk een tussenstap om ervoor te zorgen dat er een tijdelijke bescherming aan het staal gegeven wordt en dat ook de vloei, een soort vloeimiddel, waardoor nadien in het verzinken eigenlijk het zink zich optimaal kan gaan vermengen met het staal. Nadien krijg je nog een koeling en een droge in de warme lucht en dan heb je eigenlijk het verhaal gehad. Hier zie je hoe dat de staal ondergedompeld is in het zinkbad. En je ziet ook de traverse met de ijzerdraadjes waaraan dus alle elementen, alle te verzinken stukken zijn opgehangen. En hier zie je dan, als het, de traverse wordt uit het bad wordt gehaald, dan zie je dus meteen ook of het goed of slecht gedaan is. Want als er ook iets is wat je bij verzinken niet kan doen, is de boel belazeren. Je ziet meteen of het goed of slecht gedaan is. En niet dat ik de verfindustrie verdenk van dat niet goed te doen, maar natuurlijk als je iets gaat verven, dan kan je altijd een beetje kleine foutjes wegmoffelen. Dat kan je niet doen bij verzinken. Het is meteen goed of slecht. En je ziet ook dat het hier schuin uit het bad komt. Dat is ook een bewuste bedoeling natuurlijk. Doordat het schuin wordt uit het bad gehaald, krijg je ook een hele egale afvloeiing van het zink van het staal. Na het uithijsen wordt dan natuurlijk, worden de stukken losgeknipt van de ijzerdraad door de medewerkers in de verzinkerij. Nou, waar moet je gaan opletten als je dan uiteindelijk gekozen hebt om met verzinkt staal aan de slag te gaan in de gevelbekleding? Dan zijn er een aantal dingen waar je natuurlijk rekening moet mee houden. Allereerst de afmetingen. Het is evident dat we hebben in Nederland en België samen ongeveer een dertigtal verzinkerijen. Wel, geen enkele verzinkerij heeft hetzelfde verzinkbad. Hè. Allemaal zijn ze net iets anders in lengte, in breedte, in diepte. Dus dat scheelt al. En je moet natuurlijk kijken, als je wil gaan verzinken, past dat stuk nou wel in een zinkbad? Een evidente eerste vraag. Over het algemeen is het zo dat de meeste zinkbaden kan je vergelijken met lange schoendozen. Hè. En het is ook zo dat verzinkerijen die vooral grote balken willen verzinken, dat die natuurlijk hele lange zinkbaden staan hebben, omdat lange producten natuurlijk, doordat ze door hun volume meer kans hebben op vervorming door de hitte van het bad, en het ook belangrijk is dat ze dus gelijktijdig en wat sneller uit het bad kunnen getild worden dan bijvoorbeeld, ik noem wat, een hekwerk of een kleinere staalconstructie. Doordat staal uitzet bij temperatuurverhoging, is het dus heel belangrijk dat het gelijkmatig gebeurt. En dat ook de materiaaldiktes gelijk zijn of quasi gelijk zijn. Je kan dus beter uitkijken dat je niet met heel verschillende materiaaldiktes gaat werken, want dan krijg je een heel verschillende opwarming van je materiaal.
We hadden het al een paar keer over dat ophangen. Hè. Heel belangrijk is dat we ophanggaten hebben voor de ijzerdraadjes waaraan we de stukken gaan ophangen. Zijn die voorzien? Hè? Bekijk dat zeker goed in de ontwerpfase. Heb je dat voorzien? Of moet de verzinking nog, moeten er nog extra ophanggaten aangebracht worden om de optimale verzinking mogelijk te maken? Ook heel belangrijk, overal moet dat zink natuurlijk kunnen gaan vloeien. Dat betekent ook dat je doorstroomgaten en ontluchtingsopeningen moet voorzien om die doorstroming optimaal te laten gebeuren. En zoals ik al een paar keer heb verteld, heel belangrijk, het staal wordt volledig door het zink ingekapseld. Dus dat is toch wel een hele grote troef van het discontinu thermisch verzinken. Nou, iets over de chemische staalsamenstelling. Waarom wil ik daar iets over vertellen? Omdat dat natuurlijk wel een belangrijke impact heeft op het esthetische aspect, op het uiterlijk van je zinklaag en hoe het er dan straks zal uitzien wanneer het aan je gevel hangt. In wezen kan je natuurlijk, ik heb het al een keer gezegd, denk ik 50 tinten grijs krijgen met verzinken. Dat hangt allemaal heel erg af van je staalsamenstelling. Wat je steeds minder zal zien, en waar sommigen van jullie misschien aan denken, is het fameuze bloemmotief. Dat zag je vaak vroeger bij verzinkt staal, dat je een soort zinkbloemetje kreeg op het oppervlak. Nou, dat zal je steeds minder krijgen. En waarom krijg je dat steeds minder? Omdat dat gelieerd is aan het gebruik van lood in het zinkbad. En lood en tin spelen daar een belangrijke rol in. Maar het zal je niet verbazen dat ook in de verzinkerswereld lood steeds minder gebruikt wordt. Dus het aandeel lood in het zinkbad wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. En dus dat effect van het zinkbloemetje, dat gaat er eigenlijk uit. Dat ga je in de toekomst niet meer zien. Wat je natuurlijk wel kan doen, is toch een bepaalde uniformiteit aan het uiterlijk van je gevel gaan geven. En dat kan je namelijk gaan doen door in je bestek, in je specificatie, dingen te gaan aangeven waar de staalbouwer, waar de staalhandelaar rekening moet mee houden wanneer hij een bepaalde bestelling gaat plaatsen van zijn staal. Dat geldt trouwens niet voor constructieprofielen, voor zware profielen. Omdat daar, die worden eigenlijk in de hele wereld gemaakt. Hè. Je hebt eigenlijk balken komen zowat van over de hele wereld. En daar kan je heel moeilijk gaan sturen in de aankoop. En daar zal je dus altijd verschillen zien. Maar goed, grote stalen kolommen hebben natuurlijk vaak een andere toepassing. Zitten meer in industriebouw. En daar speelt dat dan ook minder een rol dat daar kleurverschillen optreden. Als we in detail even kijken naar inderdaad de relatie tussen de staalsamenstelling, de chemische staalsamenstelling en het uiterlijk van je verzinkte gevel of verzinkte paneel, dan zou ik eigenlijk willen aanduiden dat met name de categorieën A, B en D zijn perfect toepasbaar. Het is wel zo dat bij categorie A je heel duidelijk een wat glanzender uiterlijk zal krijgen met een fijnere textuur. Daar waarbij je bijvoorbeeld bij categorie D je een wat donkerder uiterlijk zal krijgen met een grovere textuur. De enige categorie waar wij echt wel op wijzen van jongens, let op, dat moet je vermijden. Dat is de categorie C, waarbij het siliciumgehalte zich tussen 0,03 en 0,14% bevindt. Nou, dat is eigenlijk niet zo'n gunstige categorie. Het goede nieuws is dat dit soort staal eigenlijk ook steeds minder voorkomt bij de handel. Maar het is wel goed dat je in je bestek heel duidelijk die categorieën A, B en of D, dat je die gaat benutten en gaat voorschrijven in functie van wat je eigenlijk wil bereiken qua esthetische resultaat. Nou, voor ik straks het woord aan Marco geef, wil ik toch nog een paar, ik noem het even tips en tricks meegeven, die toch ook wel van belang zijn, met name als we over de keuze van de gevelplaat hebben. We hebben nu al heel veel gepraat over het verzinken en over de impact van de staalsamenstelling over het uiterlijk. Maar er zijn natuurlijk een aantal dingen waar je rekening moet mee houden bij de keuze van de gevelplaat. Nou, bepalend voor de toepasbare dikte van de staalplaat is natuurlijk de vormgeving en de grootte en ook de bewerkingen die je wil gaan doen, zoals lassen en omzettingen. Ook de ophangpunten zijn een heel belangrijk aspect daarin. Ik zou zeggen, van als stelregel zou je kunnen zeggen dat de meeste toepassingen met verzinkte staalgevelelementen zijn vanaf 3 mm. Behalve bij roosters, daar heb je natuurlijk wel dunnere toepassingen van 1,5-2 of 2,5 mm. Dat kan ook. Hè. En bij strekmetaal kunnen ook dunnere toepassingen gebruikt worden. Wat ik altijd aanraad, is dat je altijd eerst een test doet met een proefmodel. En voor je echt helemaal aan de slag gaat, ga even met de verzinkerij een stukje proeftesten om te kijken wat het resultaat oplevert voor je verder gaat. En dan
eigenlijk een brugje maken naar deze slide. Het is ontzettend belangrijk, en als je mij dan vraagt, wat moet ik nou onthouden, om straks het verwachtingspatroon te matchen met het eindresultaat, dan is voor mij het allerbelangrijkste communicatie. Ga in het voortraject ook met die verzinker aan tafel zitten. Niet alleen om een proefverzinking te doen, maar ook om de mogelijkheden, en ja, ook onmogelijkheden natuurlijk met elkaar te bespreken. Niet alles zal kunnen. Soms zal die verzinker jou ook zeggen, ja, maar dat is gewoon niet haalbaar. Of dat gaat gewoon een ongewenst resultaat opleveren. En waar houdt die verzinker dan rekening mee? Nou, evident, ik heb het eigenlijk al een beetje in de vorige slides aangegeven. De wijze van ophangen van de stukken. De schuinte, de graad, de hoek waaronder de stukken moeten kunnen gedompeld worden. De snelheid van de dompeling is een hele belangrijke factor. En ook de, zeker met grotere stukken, de constante snelheid waarmee je de stukken uit het bad moet kunnen hijsen. Dus houd dat, onthoud het alsjeblieft. Ga gewoon met die verzinker, neem die telefoon, ga met die verzinker praten en kijk, hou rekening met zijn advies, dan zal je echt een prachtig eindresultaat krijgen. Een aspect waar ik toch nog even wil bij stilstaan, dat is een verschrikkelijk lelijk beeld, maar je moet wel weten dat dit kan gebeuren. En dat is wat we witroest noemen. En witroest kan je ook vermijden, maar er zijn natuurlijk een aantal dingen waar je dan wel moet op letten. Wat je bijvoorbeeld al niet moet gaan doen, is wanneer de verzinkte platen zijn verzinkt en gedroogd zijn, dan moet je ze niet buiten op elkaar gaan leggen. Want dan krijg je natuurlijk het risico dat je, doordat er geen luchtcirculatie tussen de platen is, dat je weer een probleem krijgt, zeker bij vochtigheid, dat je dit witroestfenomeen gaat krijgen. Ik zou ook altijd aanraden om, zeker de eerste 2 weken na het verzinken, de platen droog op te slaan. Zelfs ook op het werk, hè, liefst onder een afdak of tussen verdiepingsvloeren, maar in elk geval voor zorgen dat ze dus droog een 2-tal weken worden gestockeerd. Uit den boze is in plastic verpakken, dat hoef ik je niet uit te leggen, dan krijg je natuurlijk meteen een condensatieprobleem, dus dan moet je direct de plastic er van omheen halen en voldoende laten verluchten. En vermijd ook contact met cement en beton. Nou, Marco gaat, ik ga niet het gras voor de voeten maaien, maar ik wil 2 dingen vertellen over de bevestiging van gevelbeplating. Eén, dat je zowel zichtbare als onzichtbare toepassing hebt erin, dus je kan daarin heel veel kanten uit. Maar vooral onthoud dit goed en gebruik geen continu verzinkte moeren en bouten. We hebben al vaak, Hans die komt vaak op werven wanneer er wat ellende aan de hand is, dan roepen ze ons erbij als kennisoverdrachtcentrum. En dan zien we vaak dat dus die moeren helemaal zijn doorgeroest of die bouten, en dan blijkt gewoon dat ze continu verzinkte moeren hebben gebruikt. Visueel zie je het verschil niet in eerste instantie, maar na een paar maanden ga je het meteen gaan merken. En dus daar moet je heel erg op letten, ook in je specificatie, dat je heel duidelijk aangeeft dat ook de moeren en de bouten discontinu tijdens verzinkt moeten zijn. Kijk ook een beetje uit met bepaalde combinaties van metalen, maar wij toch wel even aangeven dat RVS en aluminium in combinatie met verzinkt staal eigenlijk absoluut geen probleem vormt. Er zijn wel misverstanden over, dat vormt in wezen geen probleem. Vooral uitkijken dus met continu verzinken, maar met discontinu thermisch verzinkt staal vormt dat eigenlijk geen hinder. En tot slot geef ik ook even mee dat in dat boekje dat jullie straks allemaal krijgen, dat we er ook een checklist in hebben opgenomen, die als een soort leidraad kan dienen in de communicatie in de keten. En ik roep je ook op om jullie ervaringen met ons te delen. Dus dit is een dynamisch document, het is de eerste versie. En we hopen straks dat er ook nog wel een versie 2 en een versie 3 komt, waarbij we natuurlijk van elkaar en met elkaar kunnen leren en elkaars ervaringen kunnen delen. Zo, dat was zo'n beetje mijn presentatie. Ik hoop dat jullie het allemaal een beetje hebben kunnen volgen. En dan geef ik nu graag het woord aan mijn goede vriend Marco. Ik ga nu even uit beeld verdwijnen en dan zie je plots een heel ander persoon in de zetel zitten, maar dat komt goed. Dankjewel Annemarie. Dames en heren, goedemiddag. Ook welkom namens Baum Staal en mezelf natuurlijk Marco Pauw van Baum Staal. Ik wil graag meteen de volgende slide. Oh, dat kan ik zelf doen. Sorry, Annemarie. Ik doe het weer fout. Ja, ik ga met u hier doorheen lopen. Uiteindelijk zou Otto Ketries hier zitten, maar dat is anders. Daarom ben ik gevraagd. En de titel was Bouwtechnische inpassing in het globale gebouwontwerp. Toen ik dat hoorde, dacht ik, ik weet niet zo goed wat dat inhoudt. Dus ik heb een eigen verhaal heb ik gemaakt. Ik wil inderdaad voornamelijk ingaan op de bouwtechnische eigenschappen of de aandachtspunten bij het gebruik van verzinkt staal.
Even over onze organisatie, tot zover niet bekend. Wij zijn een kennisorganisatie, kennisinstituut. We zijn een vereniging, maar een stichting. Het is de bedoeling dat wij verzamelen kennis uit de markt. En die willen we dan bewerkt, om het makkelijk te kunnen verwerken, willen we dat weer aan de man brengen. Dat is eigenlijk onze functie. Dat doen we op een heleboel manieren. Ik ga ze niet allemaal noemen. Ik heb deze slide eigenlijk meer voor mezelf. Onder andere dus een webinar zoals dit. Of we hebben een helpdesk, dus een gratis service. Dat doe ik overigens. En als je dan een vraag stelt, krijg je binnen 3 dagen krijg je antwoord. Of het moet een hele lastige zijn. Waarom zit ik hier? Ik ben onder andere hoofdredacteur van het blad Bouwen met Staal. Een aantal projecten die ik laat zien zijn daar al in geweest. Maar het heeft ook met mijn achtergrond te maken. Ik ben in de millenniumwissing ben ik bij de... Nee, daarvoor ben ik bij Hooghovens gaan werken. En Hooghovens die maakt eigenlijk alleen maar dunne plaat. Dunne plaat onder andere voor de gevels en daken. Dat is dus een ander thermisch proces dan waar wij het vandaag over hebben. Maar dat is de reden dat ik hier nu zit. Ik heb dit plaatje meegenomen. Waarom? Nou, ik hou heel erg van Walt Disney en Pixar, gewoon omdat het hele leuke filmpjes zijn. En deze specifiek, dit is Wall-E. Ik weet niet of u het kent. Als u de film niet kent, schaam u, want dan moet u hem echt even gaan kijken. Waarom is Disney zo leuk? Ze hebben altijd een boodschap. Altijd een mooie sociale boodschap. En deze was heel helder. Het is namelijk zo, Wall-E is de enige wat nog op aarde leeft. Want de mens heeft de aarde zo weten te vernachtelen. Dat moet ze de ruimte in, dat is onleefbaar. En Wall-E is nog op aarde om onze troep op te ruimen. Als je het hebt gezien, het is namelijk een heel leuk, lief robotje. En die pakt de tuin en dat perst hij zo in zijn pens. En poept het vervolgens ook weer uit. Overigens ook via zijn buik, want een robot heeft geen anus. En vervolgens bouwen ze daar dus hele gebouwen mee. Het is overigens ook het enige mannetje wat ik ken wat hopeloos verliefd wordt op een dame die geen billen of benen heeft. Maar ze heeft een knopje waarmee ze definitief de mond houdt. Dus die begrijp ik. Dit, wat het materiaal over praten is, net zoals het thermisch proces, de fysieksproces, is dat gewoon heel oud. Dit zijn woningen, ik weet niet precies waar ze staan, maar dat vanuit Engeland is dat geëxporteerd. En hier is het overigens gelakt, maar dit zijn woningen. En wat was nu de bedoeling, of wat was de gedachte? Oké, deze moet ik even laten zien. Dit was een meerkeuze. Dat was dus al, ik kan het niet goed lezen, maar het is dus echt al meer dan een eeuw geleden kon je dus gewoon een woning kiezen. En die werd geprefabriceerd en die platen die konden gewoon op het schip. En dan ging je naar je kolonie toe of waar dan ook. En dan kon je daar weer opbouwen. En ze waren verplaatsbaar. Dus je kon ze ook uit elkaar halen, weer verschepen en weer verder bouwen. En toen hadden ze al, dat is een hele leuke opmerking die ze plaatsen, want het was hier koud in de zomer en warm in de winter. Dat is dat vreemde, hoe ze dat hebben bewerkstelligd, weet ik niet. Ik heb ook zo'n schorre stem, want ik ben vorige week heel erg ziek geweest. Dit was het proces. Zo eenvoudig was het. Je had gewoon een staalplaat, die haalde je door een wals. Dat was handmatig, dat ging gewoon zo. Dat is een rekker, draai. En dan had je nog een andere wals en dan kon je hem togen zo. Want de eerste gedachte was, het is over bedacht door Henry, meneer Palmer. En dat was in eerste instantie eigenlijk bedacht om twee redenen. Niet alleen voor woningbouw, maar voornamelijk ook tijdens de oorlogsjaren. Om de manschappen, zeg maar, dekking te geven en munitie op te slaan. En dat was dan weer te verhuizen. En dat was onder andere vanwege het profiel, dat golfprofiel, samen met de toog, maakte het voldoende sterk zonder een hulpconstructie. Nou, deze kan je erover maken. Ik lees hem gewoon mee. En overigens, dat heette Corp. Dan moet ik even goed oplezen. Kijk, mijn hoofd even naar beneden. Corp. Nou, dat klinkt wel heel raar. Zo heette het. Corp. Die. En dat is dit eigenlijk ook. Dus ik ben een citroën liefhebber en die dingen die roesten eigenlijk enorm. Maar het is gewoon een hele mooie plaat. Dat ging op dezelfde manier. Dit is een hele onduidelijke foto. Dit komt over van de website en de Wikipedia van dit color-coated iron. En dit is de achterconstructie en de voorzijde is dus zo'n golfplaat thermisch fysiek. Dus een hele grove bewerking wat je daarop ziet. Ik weet niet wat dit is, maar het is dus de aan te geven dat het andere materialen kan. En dit is dus ook, dit is wel dompelverzinkt. Ja, dit is inderdaad dompelverzinkt. En dit is dus inderdaad ook de zinklaag in het zicht. Nou, dit is dan Australië. En het grappige is dat in ieder geval in Nederland is het niet zo'n gebruikelijk product om te verwerken. Maar in andere landen ook. Canada en Australië en India zelfs ook. En maar ook, het klinkt wat rotter, maar in Afrika, maar dan is het wat minder mooi. Maar daar is het allemaal heel gebruikelijk, meer dan bij ons.
Nou, deze had Bruno ook al laten zien. Ik weet eigenlijk niks over Twello, want ik zocht het op terwijl ik deze presentatie voorbereidde. En wat stond het ook in Nieuw Vennep stond het. En ik vond het gewoon een hele leuke toepassing. Overigens ga ik iets vertellen wat ik net van Bruno hoorde. Dat ging over dat ontzinken van het materiaal. Het blijkt dus, dat heeft Bruno me net verteld, dat Rijkswaterstaat, ze hebben een project hebben ze gedefinieerd. En het blijkt dat het eigenlijk de moeite loopt om, als een bijvoorbeeld de vangrail beschadigd is en gaat corroderen, normaal vervang je het voor nieuw, maar nou blijkt het handiger te zijn, of beter, of goedkoper, om hem eraf te halen, te ontzinken en weer verzinken tegenaan. Schroeven, dat wist ik dus niet. Nou ja, plaatjes. Nou, ik denk dat het heel goed is om te praten over gevelbekleding en dakbekleding. Een constructie is natuurlijk wel handig, want dan valt het niet om als het hard waait. Maar een gevel heeft veel meer prestaties te leveren. Het moet weerstand bieden tegen brand, tegen geluid, tegen warmte, tegen koude, tegen explosies. En niet in de laatste plaats is het eerste wat je van een gebouw ziet. Dat bepaalt ongeveer het karakter. Nu praten we de hele tijd over staal natuurlijk, maar je kan het ook van andere materialen maken. Hout. Beton. Of baksteen, kan ook. Of staal, heel mooi product. Het enige promotie wat ik ga doen. Deze heb ik voor mezelf er eventjes ingezet ter herinnering. Want dat heeft Bruno natuurlijk net allemaal uitgelegd. Het is namelijk zo, met staal, verstinkt staal, moet je altijd, waar het in gaat zitten bouwtechnisch, is altijd aansluiting tussen het ene materiaal en het andere materiaal. Vooral bij verschillende metalen moet je daar rekening mee houden. Overigens heb ik een nieuwtje geleerd. En daar wil ik eigenlijk op ingaan. Het gaat altijd over de verbinding met de andere materialen. Dat wou ik eventjes, dat is voor mij een opstapje naar de volg. Deze laat ik kort even zien, want hier hebben wij in ieder geval in Nederland natuurlijk heel sterk mee te maken. We hebben natuurlijk van die milieuklasses, het heet overigens van klimaatklasses, zoals het heet, vroeger heet het milieu. Klimaatklasses. Er is heel veel discussie over dat plaatje van Nederland. Want de ene vindt dat daar helemaal niet rood is. En de andere vindt eigenlijk dat het daar, knalrood moet worden. Maar waar je ook zit, hiermee een beetje rekening te houden. En dat kan invloed hebben op je zinklaten, de dikte ervan. Daar ga ik nu niet verder op in, maar daar heb je wel rekening mee te houden. Oh, deze had er. Nou, dat maakt niet uit. Dat is wel echt. Kijk, hier gaat het om. En zo eenvoudig is het dus ook. Hè? Je hebt dus gewoon verschillende metalen. Of het kan ook natuurlijk iets met hout. Daar heb je toen minder, maar dan heb je met andere dingen rekening te houden. Je moet gewoon ruppertjes en folies en dat soort dingen moet je gaan gebruiken om dat contact te voorkomen. Ook ten meer, je moet er dus ook voor zorgen dat er geen water blijft hangen. In die verbinding, of sowieso op het oppervlak natuurlijk. Alles moet afwateren. Maar dit is eigenlijk de crux. En alles komt op de detaillering aan. Want, kijk, staal is natuurlijk heerlijk materiaal, maar het is wat het is. Je kan er niet een stukje afhalen. Het is geen baksteen, een extra cement. Nee, dat gaat niet. Dus je moet rekening houden met de detaillering. En dat gaat allemaal met hulpstaal. Neem ik dit project. Dit is overigens niet dompel verzinkt. Maar dit is dat continu verzinkt. Dit wil ik ook even gebruiken om de verschillen aan te geven. Maar de problematiek is voor beide materialen meer of meer gelijk. Dit is het strijkijzer. Dat staat in Den Haag. Aan het Hollandspoor. Het is een ontwerp van AA-architecten. Paul Bontebal. Een hele lieve oliebeen bommel met zo'n knevel. En dit was er natuurlijk eerst niet. Want het was namelijk was een grasveldje. En driehoekig. En niemand was er trots op. Dat is een beetje de schaamstreek van Den Haag. Want er stond een methadonbusje op. En elke maand konden mensen dat ophalen. En toen dacht Paul, nou, we willen hier de menselijke maat terugbrengen. En hoe doe je dat? Dat doe je met een gebouw van 120 meter hoog. Want dat is de menselijke maat. Uiteindelijk wilde hij dat was vooraf al bekend. Wilde hij dat bekleden met een plaatmateriaal. Een hakplaatmateriaal. Staat. En hij wilde heel graag, over die kroon, dat is de verzinkte staalconstructie. Daar is ook nog heel nodig over gezegd geweest, want bij oplevering begon het te gieren, te piepen. En uiteindelijk hebben ze er iets tussen die profielen moeten doen om die eigen frequentie te verlagen of te verhogen, in ieder geval te veranderen. Paul, die wilde per se een gitzwarte plaat op de gevel hebben. Dus hij presenteert dat bij de gemeente natuurlijk. En die gemeente zegt, zwart, dat willen we helemaal niet. En toen zei Paul, dan doden we het heel donkergrijs. Nou, dat was goed. Nu, wat is het? Even kijken, ja, wat is er nou met dit gebouw aan de hand? Dit is het hoogste gebouw in Nederland met een stalen gevel erop.
Zalengevers worden natuurlijk vaker dan bij industriegebouwen. Of, maar in ieder geval, dit is het hoogste gebouw. En het is ook over het hoogste gebouw met de prefab betonconstructie. Wat was er? Was onbekend ja, hoe staalplaat zich gedraagt onder windbelasting. Dat was één ding. Nee, hebben ze mokken gemaakt. En nou, er gaat zo'n enorme föhn op van de NEN. Of waar het een TNO? Ik weet niet waar het was. TNEN, voor mij. TNO. En de föhn ging erop. En dan is het gebeuren. Foei, dat plaatje vloog eraf. Dus nou, dat is niet zo erg. Doe die gewoon meer schroefjes op. En dan ben je er ook. En toen dacht ik, ja, jeetje. Nou, wat gaat het dan doen als het hard waait en het regent? Nou, dat wisten ze ook niet. En dit is dan de constructie. Ik ga het zo meteen, ik zit er aan te wijzen, maar ik probeer het zo meteen uit te leggen. Hebben ze twee mock-ups gemaakt. Het ene element met beton en dan isolatie. En, ik zal uitleggen wat dat is. Dat stond allemaal. En dit was dik. En dan hebben ze nog een mock-up gemaakt. En daar zat een venster in. Een kozijn. En nou, water erop. Heel veel wind. En dat ging het helemaal goed. En bij dat andere element, daar ging het niet goed. Want al dat water, dat spoot naar binnen door die aansluiting. En daar moet je dus hier heel erg goed op letten. Dat is helemaal lastig uit te leggen. Maar je ziet die... Ja, alles is spiegelbeeldig aan het doen. Want dit is mijn linkerhand. Dit is ook heel... Nou, dat is beton. En dan hebben ze uiteindelijk... Nee, ik ga te snel. Wat was hier nu aan de hand? Het is een staalplaat. Dit is overigens dus nogmaals niet dompelgezinkt. Maar dat is ook het grote verschil natuurlijk. En continu gezinkt. Want vanwege de windbelasting moest dat een bepaalde dikte hebben. En uiteindelijk moest het 1 millimeter worden. En zo, wat Bruno al zei, natuurlijk het punt van continu, je moet knippen. Dus je hebt knipperanden, dat is onbeschermd gebied. En nou is het zo dat de kathodische bescherming, of zelfopoffering, beschermt die zinklaag, die knipperand. Maar dat gaat ongeveer goed tot 1 millimeter. En dat is een onzekerheid. En hier zit plastisch zon op, daar is ook nog wel wat over te vertellen. En daar gaven ze... Nou, ik weet niet meer hoe het zat, maar een heel, heel lang garantie op 30 of 35 jaar. En, maar uiteindelijk ja, gaat het goed met die millimeter. En uiteindelijk heeft Tata gezegd, ja, dat gaat goed, de garantie afgegeven. En ik weet niet hoe oud het nou is, 12 jaar of zo, ik weet het. En ik weet niet hoe het er nu mee gaat. Maar dat was de situatie. En over die plastic sol is ook nog wat te zeggen, want het is een heel goed beschermingsmateriaal, maar het is vrij dik. En het heeft plat in de paste brandveiligheid. En daar weet ik niet het fijne van, maar ik weet in ieder geval dat daar onderzoek naar is geweest. En uiteindelijk valt hij in de goede brandklasse, maar daar is discussie over geweest. Hoe? Wat is er nou gebeurd? De gemeente wilde eigenlijk alles van roest van staal hebben. Maar dat is hartstikke duur. Dus, nou, dat doen we er niet. En dus uiteindelijk is de oplossing, dan wil ik even naar het... Ja, hier zie je het niet goed. Deze maar. Wat is de oplossing geweest? Ze hebben uiteindelijk gezegd, nou, dan doen we verzinkte stalen hoekjes. L-staal. Dat is verzinkt, dompelverzinkt. Hè, dus. En daar gaat dan een aluminium profiel overheen. En daar gaat dan het staal op. Nou, nu is het dus inderdaad zo dat het dompelverzinkte staal, daar heb je geen last van, contacterosie. Maar dat continu, daar hebben ze wel last van. Dus we moesten tussen alles waar aan de overgang, want je ziet het ook, die L-hoekjes, dat is tegen het beton. En tussen dat aluminium en die L-staal, daar zit niks tussen. Maar op het aluminium moesten ze allemaal speciale band worden aangelegd. En ook met die schroeven, daar moet je dus op letten, want die schroef is eigenlijk een. En dat is natuurlijk met dompel ook, als je het er doorheen doet, dan beschadig je het oppervlak en verhoog je de kans op corrosie. Dus daar hebben ze heel veel aandacht aan moeten besteden. Net als de hoeken, wat je hier ziet. Het is natuurlijk een beetje een gekke foto. Maar hier zie je dat het heeft een puntprofiel. En dat water spoot er doorheen. Dus hebben ze een contramalde dagkantafwerking erin moeten zetten. En daar zitten dus ook allemaal bandjes in. Om dat allemaal daar te voorkomen dat het naar binnen spettert. Dat is in dit geval dus specifiek hiervoor. We praten veelal natuurlijk over vlakmateriaal. Maar je hebt natuurlijk ook verzinkt staal. Op een andere manier in de gevel. Je kan natuurlijk ook gewoon hele klompen inzetten. Wat momenteel heel erg veel wordt gebruikt, dat is eigenlijk weer helemaal terug van weg. Is het meer ook vanwege de renovatieopgave. Wat je hierop ziet, is, dan heb ik het weer kwijt. Green Egg. Dus het hoofdkantoor van Green Egg. Dat zijn die keramische, de hele dure barbecues. Ik zag laatst eentje voor 900 euro. Dat is voor mij weer niet goed. Maar, nou ja, kijk, je weet waar het heen gaat. Want het is een heel gesloten gebouw. Want het is allemaal natuurlijk concurrentie. En het binnenplein wil dus open houden. En dit is een stoeltjesprofiel, dat is aangepast. Het is niet meer zo corrosiegevoelig vanwege condens. Dus we hebben daar speciaal een koude brugonderbreking in aangebracht. En het grappige is, over brandveiligheid,
dan vaak wil men de gevels hebben van aluminium, gewoon vanwege onderhoud. Maar dat brandveiligheid, dan gaat men eigenlijk vrijwel door naar staal, omdat die heeft gewoon veel betere brandwerende eigenschappen in de gevel. Heel frappant genoeg. Dit is overigens hetzelfde idee. Dit is de lijnbaan in Rotterdam. Kijk eens hoe gezellig het eruit ziet. Het ging om 5 panden en die wilden ze dus eigenlijk opwaarderen. En ze hebben eigenlijk alles wat in de loop der tijd is toegevoegd, hebben ze er gewoon eraf gehaald. Kijk, en hebben ze gewoon, ook hier zitten dus van die stoeltjesprofielen in. Overigens zijn deze specifiek van ODS, maar dat doet er eventjes niet toe. Volgens mij zijn de enige die het leveren. Maar op deze manier kan je dus ook omgaan met verschrinkt staal in de gevel. En mijn schorre stem stopt nu met praten, want dit is mijn einde. Kijk, en heb je Wally weer terug, dus dat is mijn verhaal weer rond. Nou, ik klop nog even mee in de camera, ja. Heb jij, hoorde ze jou nog, hè? Oh, die heb ik nu aan. Je hoort me goed. Nou, oké. Ik wel. Ik hoop dat jullie vandaag het een en ander hebben bijgeleerd. Nogmaals, op een uur tijd kunnen we niet alles vertellen, maar gezien, er valt veel meer over te vertellen. Heb je nog vragen, zoals al gezegd, gooi ze in de chat of stuur ons naar die een mailtje. En dan zal Hans er met veel plezier op antwoorden. We maken ook een samenvatting van de belangrijkste, interessantste vragen en antwoorden. Die gaan we aan iedereen bezorgen. Ook de presentatie, heb ik begrepen, van Arend zal straks, nadat ik een tweede seminar in België heb gegeven, want anders gaat geen kont meer kijken naar mijn presentatie donderdag. Maar dan vrijdag komt deze presentatie ook online beschikbaar op de website van Bouw met Staal. Ik denk dat ik zo'n beetje alles vertelde wat ik moest vertellen. Ik hoop nogmaals dat jullie nou allemaal als een gek gaan beginnen werken met thermische geïntegreerde bekleding. En dan is Hans ook altijd daar als jullie advies nodig hebben in het ontwerpproces. Dankjewel. En dankjewel, Mark. Ja, natuurlijk. Graag gedaan. En allemaal nog een fijne dag. Voor de technische ondersteuning.